Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Lab 6, de wekelijkse jongerenpodcast, waar we elke week twee bijzondere gasten aan tafel hebben. Deze week Abdelhamid Idrissi, oprichter van Studiezalen. En we zitten aan tafel met Dorothy Kooijman, jongeren schuldhulpverlener van Puur Zuid. We gaan het hebben over jongeren in de schulden, gezinnen in de armoede. En we gaan de straat op met de straatpraat. Ik zou zeggen, blijf kijken. Welkom allemaal en welkom. Dorothy Abdelhamid, welkom voor jullie komst. Dorothy, ik ga bij jou beginnen. Zou jij je willen voorstellen wie je bent en wat je doet? Ja, dankjewel. Ik ben Dorothy, ik ben jongeren schuldhulpverlener voor Puur Zuid in Nieuw-West. Oké. En wat doe je als schuldhulpverlener? Zegt de naam, zegt het al. Ik ben er voor de schulden. Daarin ondersteun ik en begeleid ik de jongeren. Met diverse problematiek eigenlijk. Voornamelijk schuldenproblematiek. Maar niet alleen schulden. Ik bedoel, er komt meer bij kijken natuurlijk. Want zij hebben gewoon zoveel andere problemen dan alleen maar schulden. Ja. Maar ik ben er wel echt alleen voor de schulden. En ik probeer ze daarin wel te begeleiden als er meer... meer problemen zijn naar andere ketenpartners. Wat heeft jou eigenlijk geïnspireerd om als jongere schuldhulpverlener te gaan werken? Zelf uit een arm gezin komen. Moeder in de schulden. Ik wist echt niet wat het allemaal inhield vroeger. En ik vind het fijn dat ik nu jongeren kan helpen om het op een Jip en Janneke taal uit te leggen. Ja. Hoe je dingen kan doen en aanpakken. Dus je bent eigenlijk naast de jeugd, of tenminste de jongeren schuldhulpverlening, ben je eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Ja. Oké. Hoe ziet je werk er nu eigenlijk uit sinds de coronamaatregelen zijn ingegaan? Is er veel verschil met voorheen? Ik bedoel... Ik heb daar niet zoveel last van. Nee. Want ik heb heel goed contact met de jongeren. Via de WhatsApp, via de e-mail, videobellen. Dat ik ze niet kan zien, is voor mij en voor de jongeren niet een reden om dan niet verder te gaan in het traject. Nee. Dus dan doen we het gewoon via videobellen. En als ze dat niet prettig vinden, gewoon per telefoon. Ja, is iedereen ook wel via videobellen te bereiken als jongen? Je zou zeggen dat het nu makkelijker is. Hè? Dat van, pak je telefoon op. De ene keer wel, de andere keer niet. Dus dat verschil denk ik ook een beetje per jongere. Maar vooralsnog, bij mij gaat het wel goed. Okay. Kan ze goed bereiken in ieder geval. En hoe ziet je werk er dan normaal uit? Ik bedoel, je hebt ze natuurlijk meestal fysiek over de vloer. Ja. Je maakt een plan met ze. Ja. Krijg je nu ook bijvoorbeeld nieuwe aanmeldingen? We hebben het eigenlijk wel druk. Ja? Dat is heel gek, ja. We hebben het gewoon drukker dan vorig jaar. Okay. Waar dat nou aan ligt, dat weten we zelf ook niet helemaal. Misschien jongeren die meer in de schulden raken. Ja, we kunnen dat zelf ook niet echt zeggen. Nee, ja, ik las net een stuk over dat er 13.000 stagiaires en leertrajecten eigenlijk op de schop zijn gegaan. En dat er dus 13.000 plekken nog gezocht worden. Dat er zoveel problematiek is wat betreft het zoeken naar een leerplek of in principe ook gewoon werk. Want er zijn natuurlijk jongeren die 4 dagen in de week moeten werken. Nee, en 1 dag, en 1 dag naar school. Dus krijgen jullie daar ook veel aanmeldingen van? Nou, ik zelf heb voornamelijk cliënten die in de uitkering zitten. Okay. Dus dat gaat gewoon door. Ja. Ik heb 1 cliënt die heeft wel wat moeite met een stageplek. Maar dat is inmiddels ook opgelost. Dus zij mag daar wel gewoon stage lopen. Wel met 1,5 meter en klachtenvrij. Maar ik kan je dus niet vertellen hoe dat precies zit met die stageplekken. Omdat mijn jongeren in mijn caseload voornamelijk een uitkering hebben. Ja. Duidelijk. Welke signalen komen nu bij jou binnen? Als er nieuwe aanmeldingen zijn? Zijn het veel jongeren die hun baantje kwijt zijn geraakt? Of je geeft het net natuurlijk al aan, jongeren met een uitkering. Maar zitten daar ook jongeren tussen die nu geen werk meer hebben? En hun schulden niet kunnen betalen? Nou, het is voornamelijk de jongeren die nu, waarvan ik nu merk dat er naast de schulden meer speelt dan alleen de schulden. Dus het lijkt wel alsof de problematiek heftiger wordt.
Ja. Dus niet alleen de schulden, maar ook een thuissituatie of geen huis. Ik bedoel, de woningmarkt in Amsterdam is natuurlijk ook... Het is voor hen heel lastig om een woning te krijgen. Dus dat speelt ook allemaal mee. Dus het is niet zozeer een inkomen, maar het is wel echt huisvesting of een thuissituatie, psychische problemen, verslavingen, LVB. Is de vraag anders dan bijvoorbeeld vorig jaar? Of kom je wel hetzelfde tegen? Nou, ik heb wel het idee dat de problematiek, wat ik al eerder zei, heftiger is. En ik kan nou niet zeggen of dat vorig jaar ook zo was of is. Nee. Voor mij is het nog steeds een beetje hetzelfde gebleven. Laat ik het daarop houden. En door welke omstandigheden komen jongeren van deze generatie in de schulden? Het is tegenwoordig wel heel makkelijk om dingen... Je kan nog steeds dingen op afbetaling doen. Hè? Dus je kan bij de WKAM, bij de Mediamarkt. Een telefoonabonnement. Als je 18 bent, dan gaat de wereld voor je open, hè? Zou ik maar zeggen. Dat is eigenlijk wat er meespeelt. Ja. En die thuissituatie van jongeren. Ja. Wat zien jullie daarin? Zitten de ouders bijvoorbeeld ook in de schulden? Of zijn er andere problemen? Ja, vaak zitten ouders ook in de schulden. Als ik dan kijk naar mijn eigen caseload. Of het zijn kinderen die uit een pleeggezin komen. Die worden 18 en... Ja, voor mijn gevoel, ik het dan zie aan hun lot overgelaten. Andere problemen zijn, ze hebben het niet meegekregen vanuit huis. Ze weten niet dat als ze 18 zijn, dat ze een zorgverzekering moeten betalen. Dat ze zorgtoeslag kunnen aanvragen. Dat. Ja, wat ik vorig jaar veel meemaakte, is dat jongeren... zich gingen proeven van het van de water... pijpen, de shisha loungers. En dat wordt heel snel een verslaving. Ja. En dan gaan ze meer willen werken om aan die verslaving te voldoen, om er ook bij te horen. Dan gaat de kosten weer van de school. En dan weer geld lenen van anderen om weer zo'n ding te kopen. Ja. En ook dan zag ik dat er heel veel jongeren heel snel bij ook leeftijdsgenoten in de schulden raakten. Ja. Ja, want naast de studiezalen waar we het ook zo meteen over gaan hebben... help je ook gezinnen sinds de nieuwe maatregelen zijn begonnen. Zie jij ook jongeren met schulden steeds meer toenemen? Dus door dat was een gekke trend. Door die shisha loungers zie je dat ze erbij willen horen. En tegenwoordig als je geen... Het is natuurlijk altijd wat langer zo. Geen schoenen hebt van €600, dan hoor je er ook niet bij. Ja, inderdaad, als je dat geld niet hebt, dan ga je voor werken. En als je niet kan werken, mag werken of wat voor reden dan ook... dan ga je ook weer bijvoorbeeld leningen afsluiten bij individuen. Dus ik zie in dat opzicht wel... schulden oplopen. Maar het zijn echt vooral door die, ik noem het even gekke trends. Ja. De shisha lounges, dat soort dingen. Dat jongeren dus opeens in een andere wereld terechtkomen. Ja, want je benoemde het eigenlijk net al. Die schulden die soms komen, dat komt ook bijvoorbeeld het lenen bij anderen. Ja. Lenen jongeren dan bijvoorbeeld ook bij banken of bij kredietverleners? Dat zie je ook vaak gebeuren. Dat jongeren toch een bank benaderen om €5.000 te lenen. Terwijl ouders het eigenlijk niet weten. Een jongen is 18 jaar, heeft eigenlijk de toegang om zelf een schuld zeg maar aan te vragen. Of in ieder geval krediet aan te vragen. Gebeurt dat ook? Ja, zeker. Gebeurt. Ja. Ja. Roodstand ook. Is ook heel makkelijk. Ja. Roodstaan kan tot... Ja, wat je wil. Je kan 500 aanvragen. Je kan 1000 aanvragen. Zo. Dus het is allemaal heel toegankelijk. En alles gaat tegenwoordig veel al online. Ja. Dus het is heel makkelijk geld lenen eigenlijk. Ja. Schulden maken, dat is eigenlijk heel makkelijk. Hoe hoog zijn de schulden gemiddeld als je kijkt naar je eigen caseload? En waar bestaan die schulden dan vaak uit? Als ik kijk naar mijn eigen caseload, dan is de gemiddelde schuldenlast wel om en bij, denk ik, €10.000. Gemiddeld, hè? Want ik bedoel, we hebben ook hoger, we hebben ook lager. Dan kan je denken aan de Belastingdienst, okay. CEIB,
CJB's voor boetes, verkeersovertredingen. Ja. Maar ook schadevergoedingsmaatregelen. Een niet saneerbare vordering bijvoorbeeld. Je hebt iemand mishandeld en je moet een schadevergoeding betalen. Ziektekosten. Dus de zorgverzekering gewoon niet betaald, nooit betaald. Ja. Als ik denk aan belasting, hè, waar moet ik dan aan denken? Zorgtoeslag. Dus bijvoorbeeld onterecht zorgtoeslag ontvangen, wat je moet terugbetalen. Denk aan ZZP'ers die geen inkomstenbelasting hebben gedaan. Dan krijg je een aanslag dat je heel veel geld moet betalen. Terwijl als je dat gewoon goed invult, dan gaat dat bedrag naar beneden. Ja, denk aan dat soort dingen. Zijn vaak schattingen dan die worden opgelegd. Klopt. En wat ik heb ontdekt, dat was toen een vader van een van onze leerlingen zijn gaan helpen met die schulden. Toen merkte je dat je eigenlijk voor alles wel een regeling kan afstemmen. Totdat je bij de belasting komt en dan de motorrijtuigenbelasting. Daar valt dus geen deal mee te maken. Nee. Punt uit. Dus noods gaan ze je huis leeg trekken. Alles valt te regelen, behalve dus dat type belasting. En daar schrok ik van. Ja. Loop daar ook tegenaan. En dat is natuurlijk iets wat ik denk vanuit de overheid moet worden getackeld. Want dat vind ik te belachelijk voor woorden. Dan is alles is dan behoorlijk geregeld. Ja. En dan kom je op dat puntje en dan word je... Eens. Ja. Ja, in justitiële boetes, want we hebben het natuurlijk nu over CJIB, maar... Een voorbeeld te geven. Er zijn jongeren die worden gebruikt als kattenvanger om wiet te kweken op hun kamers of een huisje. Ja. Wat er gebeurt er dan? Een jongen wordt gebruikt om 3-4 jaar in zijn huis te kweken. Er wordt een inval gedaan. Ja. De meter wordt afgenomen. In ieder geval, hij moet het huis uit. Krijgt ook nog eens een boete van de woningcorporatie. Ja. Maar daarnaast heeft hij ook een boete die hij moet betalen, justitieel. Omdat hij misschien niet wil meewerken of misschien wel mee wil werken, maar hij wil het niet toegeven van wie het is. En wordt uiteindelijk beboet met bijna een ton. Ja, dat noemen we dan een, laten we zeggen, niet saneerbare vordering. Ja. Dus dat is dan, wat ik je net zei, hè, dat houdt eigenlijk in dat voordat we in een bepaald traject kunnen werken met schulden, moet eerst die weg zijn. Ja. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar die uitzonderingen zijn... Ja, iemand moet onder bewind staan, iemand moet al aflossen op de niet saneerbare vordering. Ja. En dan kan er een kleine uitzondering gemaakt worden. Dat zou kunnen dat je dus wel een bepaald traject ingaat. Maar 9 van de 10 keer is het zo dat een niet saneerbare vordering... als het een niet saneerbare vordering is... die moet eerst opgelost worden. En dan kunnen we... Want die kunnen eigenlijk alleen verjaren... Ja. Dat soort vorderingen. Ja. Maar wat je vaak ziet is dat... Nou, ik benoemde het eigenlijk net ook al. De meeste in je casus, of tenminste de casustieken die je hebt... dat zijn voornamelijk jongeren met een uitkering. Ja. Vaak hebben hun ouders soms ook wel eens een uitkering, om het zo te zeggen. Wonen ze nog thuis. Dan wonen ze thuis. Moeder wordt al ingekort omdat ze ook een uitkering heeft. Omdat haar zoon ook een uitkering heeft. Maar omdat hij thuis wonend is, heeft hij bijvoorbeeld maar €400 in de maand te besteden. Maar hij heeft wel een schuld opgebouwd van €80.000. Ja. Hoe gaat hij dat dan kunnen betalen? Ik bedoel, je hebt €400. Er moet nog een zorgverzekering van betaald worden. Telefoonabonnementen. Ja, precies. Dus je houdt werkelijk niks over. Nee, je duwt eigenlijk een jongere eigenlijk goed in de hoek. Ja. Ik bedoel, gaan jullie die gesprekken ook aan met overheidsinstanties of met instellingen? Dat, ja, zeker. Ik heb nu een jongere in een vergelijkbare situatie. Ook een niet saneerbare vordering. Ik zal verder niet uitweiden wat dat inhoudt. Nee. Ik ga toch proberen om een oplossing voor hem te zoeken, te vinden. En daarbij heb ik wel gezegd tegen het CIB van, nou weet je, hij kan een regeling treffen van €12,50 per maand. Het is misschien niet veel, maar dit is wat hij kan betalen. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. En we zijn dus nu aan het kijken of de kredietbank Amsterdam, de gemeentelijke kredietbank Amsterdam, of hij daar wordt toegelaten, ondanks dat hij er niet zo'n eenmaal een vordering heeft. Ja. Dat is, dus er wordt wel echt naar gekeken. Ja, zeker. Maar is het dan ook echt maatwerk of is het echt gewoon van... Nou, het hangt dus wel samen met die voorwaarden die ik je net gaf. Ja. Dus je moet onder bewind staan. Je moet aflossen op je boete, op je niet saneerbare vordering. En er is nog een voorwaarde, die weet ik even niet uit mijn hoofd. Het zijn er 3.
Maar in ieder geval, als je daaraan voldoet, dan kan er een kans zijn dat je nog in het traject van de kredietbank, hè, de gemeentelijke kredietbank, ja, saneringskrediet mee mag. Ja. Want als ik denk aan jeugd, schuldhulpverlening, is dat vanaf 18 jaar of is dat al vanaf jonger? Wij doen vanaf 18 tot en met 27 jaar. Ja. En krijgen jullie ook soms jongeren binnen die 16 zijn? Nee. Dat toch niet? Nee. Omdat het officieel nog niet... Nee, wij krijgen die aanmeldingen ook niet binnen. Nee, maar het is heel apart. Want je hebt natuurlijk jongeren die een scootertje kunnen rijden. Ja. Nou, Hemi die benoemde het net. Voertuigenbelasting, laat ik het zo stellen. Er zijn jongeren die dat gewoon niet betalen. Hè? Die zeggen tegen hun ouders, ik betaal het wel, maar die betaalt het niet. Ja. Ondertussen loopt het op. En laten we zeggen, op 17,5 jaar is het echt goed opgelopen. Komen ze dan ook niet naar jullie toe? Of op 18-jarige leeftijd met schulden van 2 jaar geleden? Kijk, motorrijtuigenbelasting betaal je als je dus een voertuig op je naam hebt. In dit geval is dat dan een auto of een motor. Dus een scooter, die valt daar dan buiten. Een verzekering dan? Ja, het gaat over verzekering, denk ik. Zij komen echt bij ons binnen vanaf 18. Ja. Dus bij ons is het echt de grens 18 en tot en met 27. En boven de 27 gaan ze naar CESO. Naar reguliere. Ja, naar reguliere. Ja. Okay. Dus het komt eigenlijk vrij weinig voor dat de jongeren onder die leeftijd... Okay. Heb jij nog tips voor de jongeren die nu met de coronamaatregelen financiële problemen hebben gekregen? Niet zozeer tips. Ik merk dat jongeren toch een stukje schaamte hebben. Ja. En dat vind ik soms voor hun vervelend, want het hoeft niet. We zijn er gewoon voor hun. En we zijn heel laagdrempelig. En we zijn super relaxed, super chill, om het even zo te zeggen, weet je wel. En we willen hun gewoon helpen, maar er is toch een stukje schaamte op een of andere manier. Ja. Dus dat is niet nodig. Hoe trek je ze binnen? We hadden voorheen het financieel café, jongeren financieel café op het Oostdorpplein. Dat was eigenlijk een inloop, dus daar konden ze dan naar binnen. Veelal worden ze aangemeld ook door ketenpartners. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Street Corner Work, Leger des Heils, HVO Querido. En als ze zichzelf aanmelden, dan doen ze dat via de website van Puur Zuid. Maar gebeurt weinig. Ja. Weinig. Zijn maar toch al mee andere... te maken? Is het een hoge drempel? Ja, dat voor denk jongeren? Ik. Ja, zeker. Tuurlijk. Ja. Je moet ineens met een vreemd persoon het over je schulden hebben. En over je situatie en waar je in zit. En dat is toch een ding. Ja. Ja, het is in ieder geval niet iets cools om over te praten. Natuurlijk niet. Zeg maar. Nee. Denken jullie wel ook na hoe jullie dit eigenlijk naar de man kunnen brengen? Of naar de jongeren kunnen brengen? Niet zozeer op een coole manier. Maar je hebt natuurlijk de site waar jongeren zich kunnen aanmelden. Ja. Werken jullie ook ambulant? Nee. Nee, dat gaat gewoon echt via Street Corner Work. Ja. Okay. Zijn er ook dingen die jongeren kunnen aanvragen? Via de site of via Street Corner? Ik bedoel... Ik weet niet wat Street Corner allemaal doet, maar ik weet dat zij heel veel ook met huisvesting dat ze proberen te helpen. Wat ook voor hun een hele opgave is, omdat het gewoon heel lastig is. Wij doen echt puur de schulden. En daarbij natuurlijk, we praten ook heel intensief met de jongeren. Dus we weten ook wel in een korte tijd wat er allemaal speelt. Ja. Dat is ook een stukje vertrouwen wat je wint. Maar wij gaan echt wel over de schulden alleen. En wij doen bijvoorbeeld, denk daarbij aan een belastingaangifte waar we bij kunnen helpen. Een zorgverzekering afsluiten. Zorgtoeslag aanvragen. Als er echt nog meer begeleiding nodig is, dan gaan we dat aanvragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan budgetbeheer. Een jongere die een stukje hulp krijgt bij het budgetteren, inkomsten, uitgaven. Dat is iets anders dan bewindvoering. Want de jongere denkt heel vaak van, oh, ik wil niet onder bewind. Maar dan zeg ik, nee, het is geen bewind. Het is echt budgetbeheer. Het is vrijblijvend. En dat zetten we dan ook op. Daar melden we dan diegene aan. Of we kunnen ook iemand aanmelden bij een andere organisatie, een ketenpartner. Dat. Nou, hartstikke mooi. Nou, het is, ik wil zeggen, dankbaar werk. Ik bedoel, er zijn aardig wat jongeren die nu in de schulden zitten en eigenlijk iemand nodig hebben. Ja. Dus het is super mooi werk wat je ook geeft het jezelf ook voldoening?
Ja, eigenlijk wel. Vorige week had ik een cliënt die belde mij heel blij op. Bijna in tranen dat ze schuldenvrij is. En dat heeft ze helemaal zelf gedaan. Dus daar ben ik best wel trots op. Ze had twee baantjes. En ja, ze heeft gewoon middels betalingsregelingen en middels haar fooien en eigenlijk alles ingezet om dat af te lossen. Dus dat vind ik heel fijn. Dat zijn eigenlijk de succesverhalen. Ja, ja, tuurlijk. Ja, je probeert toch tot een succes te brengen voor jezelf. Ja. En verder, ja, je bouwt een band op met een cliënt. Dus ze delen ook gewoon dingen met je. Ja, ja, een meisje die heeft een cliënt, die heeft een nieuw huisje. Super trots, laat met videobellen zien hoe haar huisje eruit ziet. Nieuw interieur, of, aangeschafte spulletjes. Dus ja, dat is fijn. Ja, zeggen ze dan ook wel eens van ik ga nooit meer de schulden in? Ja, als ze echt op dat punt zijn gekomen voor gedragsverandering, want daar begint het, hè, het gedrag moet echt wel veranderen. Dan zeggen ze echt van ja, ik wil echt geen schulden meer. Dit wil ik niet voor mijn toekomst. Nee. Dus ja, dat wel. Ja. Nee, ik begrijp het zeker dat het een opluchting kan zijn. Ik dank je voor. Graag gedaan. Voor de informatie en we gaan nu over naar de straat praat. En we gaan de jongeren vragen naar hun mening over schulden en armoede. Wat zie je in je omgeving als het gaat om armoede en schulden? Ik zie in mijn omgeving dat er veel armoede is. Dat kan ik zien bijvoorbeeld aan de mensen. Die zien er meer onverzorgd uit dan andere wijken. En de auto's zijn vaak ouderwets. En als ik in nieuwe andere wijken ben, dan zie ik wel dat ze duurder zijn. En dat valt me wel op. Ik zie in mijn omgeving zie ik best wel mensen die in armoede leven en die niet altijd rondkomen. En ik ken ook wel een paar mensen die in de schuld zitten, maar die niet mee geholpen worden. Als het gaat om armoede en schulden in mijn omgeving, zie ik veel jongeren die bijvoorbeeld rood staan, jongeren die kleding halen op afbetaling. Sowieso een studieschuld. Of ze hebben een studieschuld en dan maken ze hun school niet af. Dat zie ik meestal in mijn omgeving. Welke schulden komen het meest voor bij jongeren? Ik denk dat ze de meeste schulden maken in kleding of auto's kopen, huis, hypotheek, dat soort dingen. De jongeren meer schulden maken in veel diversere dingen. Dan kan je denken aan gokken. Want vooral als de jongeren 18 zijn, gaan ze nieuwe dingen doen. Dan gaan ze bijvoorbeeld gokken of softdrugs. Dan zie ik wel veel jongeren in de coffeeshops een joint halen of dergelijke. Of drank. Vooral drank. Want je hebt veel feestjes elke week en dan gaan ze hun geld spenderen aan drank. Ik denk aan kleding, drank, drugs. Dat soort dingen, ja. Ben je bekend met de jongeren schuldhulpverlening? Ja, ik ben bekend met de jongeren schuldhulpverlening. Een aantal organisaties in Amsterdam. Ik ben niet bekend met de jongeren schuldhulpverlening. Of ik er bekend mee ben. Ik heb een vriend toevallig. En hij is in aanmerking gekomen met de instelling. En nu wordt hij toevallig geholpen door de instelling. Wat ik wel goed vind van ze. Wat is jouw advies aan jongeren voor het omgaan met geld? Mijn advies aan jongeren voor het omgaan met geld is. Werk voor je geld in ieder geval. Ga geen rare dingen doen om aan geld te komen. Dat is één. Twee. En koop gewoon wat je kan kopen en ga niet dingen op afbetaling kopen, want uiteindelijk krijg je daar heel veel schulden van. Zorg gewoon voor dat je niet in de min gaat staan. Mijn advies, dat is dat ze heel bewust moeten zijn met hun geld. Want veel jongeren maken de fout om het roekeloos te spenderen aan onnodige dingen. Maar wat ik ze adviseer is dat ze hunzelf moeten afvragen of het waard is. Moet je je geld spenderen aan drank of aan drugs? Het kan wel, maar niet zoveel. Dus wat ik zou zeggen is, al werk je of al krijg je studiefinanciering, maak voor jezelf een budget en de rest moet je gewoon sparen. Want dat ga je later heel erg nodig hebben in de toekomst. Verdien je geld eerlijk, werk er hard voor en gebruik het op de goede manier.
Welkom terug allemaal. Dat was de Straatpraat. Interessant om de jongeren over de schulden en armoede te horen praten. We gaan nu over naar Blahem Idrissi, oprichter van studiezalen, medeoprichter van Techgrounds en Positive Society. Abdelhamid, zou jij willen vertellen wat jij doet? Yes. Het begon allemaal bij studiezalen. Ja. Daar heb ik nu ruim 9 jaar de tijd genomen om te onderzoeken wat is er nodig om een kind verder te helpen, om die fijne nachtrust te creëren. En ik merkte en ik zag dat dat onderwijs een belangrijk deel is, maar ook die persoonlijke ontwikkeling, het geloof in eigen kunnen, en noem het maar op. En aan de hand van die ervaringen ontwikkelen we weer nieuwe projecten, zoals een initiatief over, dat gaat over kinderen die gepest worden, om ze daar uit die situatie te halen. En dus sinds ongeveer een half jaar Techgrounds opgericht, samen met Ruben en Victor, waarbij we de broers en zussen van de kinderen die we hebben, maar ook de ouders en het netwerk aan een baan helpen binnen de IT, omdat er enorm veel banen mogelijk beschikbaar zijn. En bedrijven zoeken naar die talenten. En die hebben we natuurlijk hier ook in al deze mooie wijken. En vanuit Positive Society heb ik onlangs de stap gemaakt om ook al onze expertise op wijkniveau ook aan te bieden. Om zodoende ook jongerenwerk activiteiten op te zetten. Ja. Ja. Waarom ben je eigenlijk met studiezalen begonnen? Want ik bedoel, veel kennen je verhaal al. Maar kan je in het kort vertellen, voor degene die jou niet kent, hoe je op het idee kwam om studiezalen te starten? Ja, dat zijn mijn persoonlijke levenslessen. Dus ik weet wat discriminatie betekent. Ik weet wat het betekent om die laptop niet te hebben en te gaan studeren. Ik weet wat het betekent om geen sterk netwerk om me heen te hebben. Ik weet wat het betekent om uit een kwetsbare situatie te komen. En daarnaast weet ik ook wat het betekent om hele sterke, liefdevolle, betrokken ouders te hebben. En dat was voor mij voldoende om het maximale uit mezelf te halen en niet op te geven. Ja. Ik weet wat sport me heeft opgeleverd. En het zelfvertrouwen heeft duurzaam heeft volgetankt. En dat raak ik nooit meer kwijt. Hoe dat heeft geholpen om over mijn faalangst te komen. Over ik werd heel erg gepest vroeger, te verlegen. Dus die levenslessen enerzijds. En anderzijds zag ik in de wijk heel veel jongeren wel opgeven. Heel veel jongeren wel het verkeerde pad opgaan. Ja. Stoppen met school. Niet in zichzelf geloven. Ik mocht nooit een excuus hebben om op te geven. En dat vond ik niet fijn om aan te horen vanuit de jeugd. Dus bijna 10 jaar geleden in het klein gestart met 1 kind, 1 studiezaal. En daar echt de tijd genomen om te gaan onderzoeken. En te zoeken naar wat werkt er nou. En hoe kun je dat kind echt uit die situatie halen en weer positief in het leven te laten staan. Dat is in het kort waarom ik hier ben opgestart. Ja. Nou, het is een super, super mooi initiatief. Ik neem aan dat studiezalen nu fysiek gesloten is. Ja. Hoe heb je dat de afgelopen tijd gedaan met de coronamaatregel? Ja, onze kracht vanuit studiezalen is die relatie, die matches, die persoonlijke gesprekken over van alles het hebben. En inderdaad, toen corona aanbrak en wij thuis moesten blijven, maakte me vooral heel erg zorgen dat persoonlijk contact weg is gevallen. Ik wist wel dat online werken, dat lukt wel. En dat lukte ook. In week 1 waren we heel sterk. De tweede week nog veel sterker. Maar ik maakte me dus vooral zorgen dat die kinderen die vragen niet meer kunnen stellen, die ouders ons niet wisten te vinden. Dus toen hebben we besloten om al die 700 kinderen die we wekelijks bedienen, om ze allemaal op te bellen. Om te vragen hoe gaat het. Hoeveel jongeren zijn er? We hebben wekelijks 26 studiezalen in Amsterdam en 700 kinderen, dus ook 700 gezinnen. Dat is een lange bellijst. Inderdaad. We hebben met een sterk, groot team elke dag de hele dag zitten bellen. En het waren ook geen gesprekken van 10 minuten, maar soms echt 1,5 uur tot 2 uur lang. Zo. Dus dat, volgens mij, ik durf niet eens na te rekenen hoeveel uren dat inhield. Maar het waren dus hele laagdrempelige gesprekken van nogmaals, hoe gaat het? Hoe gaat het thuis onderwijs volgen? Waar maak je je zorgen om? Dat soort vragen stelden we. Ja, want studiezaal is ook een veilige plek voor jongeren om te praten over dingen. Ja. Die niet zo lekker gaan. Ook thuis. Ja.
Hoe creëren jullie eigenlijk nu voor de jongeren die veilige plek om te kunnen praten? Kijk, daar hebben we de afgelopen jaren in geïnvesteerd. Dat maakt dat het nu makkelijk moet gaan en dat gaat nu ook makkelijk. Ik geef een voorbeeld. Een van de best practices is, laten we zeggen, jij Abid als kind komt in een studiezaal. Jij krijgt de ruimte om van alle life coaches te proeven. Te kijken met wie heb ik die klik, met wie zou ik willen praten. Als ik toevallig, als wij die klik hebben, jij vindt mij leuk en goed en slim en kijkt naar mij op en ik kan jou goed helpen, dan zijn wij de match. Dan affiniteit met elkaar. Juist, in de breedste zin. Nogmaals, het gaat veel verder dan geloofsovertuiging of cultuur of waar kom je vandaan. Men ziet dat allemaal niet meer. Het gaat toch echt om die menselijke klik. Ja. Want we hebben, ik wil zeggen, bijna zeggen, niet wetenschappelijk bewezen, maar vanuit studiezalen bewezen dat zonder die match, of tenminste die match ervoor kan zorgen dat het kind de dromen, doelen, wensen uit. Ja. Dat het positieve kant, maar ook dus die zorgen. En dan kun je doorpakken met het kind. En inderdaad, op een gegeven moment, of je nou corona hebt of niet, of wat voor gekkigheid je dan ook hebt, omdat die relatie er is, kun je die gesprekken goed voeren. En dat maakt dat we dan heel veel dingen hebben kunnen aanhoren en kunnen ophalen de afgelopen periode. Ja. En wat zijn de belangrijkste signalen geweest die je hebt opgevangen tijdens deze coronacrisis? Allereerst stelden we de vraag van hoe gaat het dus? Mm-hmm. Maar we wisten ook, we hebben ook een groot deel kwetsbare gezinnen. Niet iedereen vanuit studiezalen is arm of heeft schulden of wat voor manier dan ook zorgen. Maar degene die wel hebben, die zorgen, die willen we wel bereiken. En dat maakt dat we het heel algemeen houden. Het zijn kwetsbare gezinnen die we dan willen bereiken. Dus we begonnen bij de eerste gesprekken. Van hoe gaat het thuis? Heb je boodschappen nodig? Hebben jullie genoeg laptops? En eigenlijk was het continu, het gaat goed, we hebben niets nodig. Alles is goed. Ja. Sommige gezinnen wisten we dat het niet klopt. Toen hebben we de vraag anders geformuleerd. Van, kent u gezinnen die het moeilijk hebben? Ken je gezinnen die geen internet hebben of geen laptop hebben? En toen werden we overspoeld. Dag en nacht gingen de telefoontjes door. En toen hoorden we dus hoeveel gezinnen nu in de knel komen dat ze geen boodschappen kunnen aanschaffen. Omdat ze veel monden moeten voeden. Ja. Dat kinderen geen internet hebben. Heeft het te maken omdat mensen ook geen werk meer hebben? Of waar heeft het mee te maken? Want van de week kwamen we een gezin tegen die al 2 jaar geen koelkast heeft. Maar omdat je nu echt door gaat vragen, omdat je wil weten of wat er speelt, dan komt dit toevallig naar boven. Dus sommige dingen liepen al. En sommige mensen, gezinnen leefden al op het randje. En dan als klusjes wegvallen, dan verdrink je heel snel in de lasten. Herken je dit, Dorothy? Ja, zeker wel. Ja. Ja? En dan is dat voornamelijk de ouders van een cliënt. Hè? Want ik bedoel, wij hebben dan een cliënt en dan is het vaak de ouders. Ja. Hey, maar jij bent nu met de coronacrisis, los van studiezalen, ben je ook aan de slag gegaan met iets anders, heb ik begrepen? Ja, we hebben het initiatief samen met de Rabobank en dus Erik Traan, Barbara Brasa van de Rabobank en Ruben Nieuwenhuis van de Amsterdam Economic Board, hebben het initiatief Boeren voor Buren opgezet. Ja. Ik weet nog heel goed dat volgens mij in week 1... coronacrisis bood een bewoner hier uit de wijk aan om 18 tassen boodschappen te leveren bij ons. En dat waren de inhoud daarvan was heel divers. Dingen waar ik niet eens aan zo snel aan denk. Van pasta tot aan tandpasta en maandverband. Volgens mij binnen 10 minuten hadden we alle tassen al bij een gezin kunnen plaatsen. Kunnen afleveren. Dus toen wist ik weer hoe makkelijk we die vraag en behoefte kunnen bijeenbrengen. Ja. Op een gegeven moment heb ik dat op LinkedIn geplaatst. Ben ik benaderd door dus de Rabobank. Vooral de vraag vond ik heel bijzonder. Dus dat een bedrijf mij de vraag stelt. Laat weten wat we kunnen betekenen voor die gezinnen. Ja. Zet ons in. En toen stelden ze ook voor om voedselpakketten te komen leveren. Nou, binnen een week hadden we 100 voedselpakketten. Vanuit de Rabobank? Vanuit de Rabobank is dat inderdaad aangeboden. Natuurlijk hebben we dat aangepakt. Ik weet nog heel goed, waren we bij mijn kantoor. De gezinnen kwamen het ophalen. De Rabobank had het ook geleverd. Toen raakten we aan de praat. Toen had ik het weer over die schrijnende gevallen die ik zie. Die moeders met alleenstaande moeders met 5 kinderen, met baby's die geen babyvoeding kunnen aanschaffen, geen luiers. Nou, die hele moeilijke verhalen waar echt iedereen wakker van ligt. Ja.
Maar vooral die eerste levensbehoefte, dat ze geen niet voldoende eten. Boodschappen hebben, ja. Eten. Ja, daar schrok ook Erik van. En hij wist toevallig ook dat boeren nu miljarden kilo's aan aardappelen... Ja. En groenten en fruit niet kwijt kunnen. Zelfs geen veevoer van kan worden gemaakt. Ik weet dat de Rabobank al langer bezig is met die korte voedselketens. Dus ze kenden al die boeren. Dus dat hele wereldje kennen ze al goed. En dat hebben we samen laten komen. Dus enerzijds... dus de korte klap noemen we het nu. Dus 3 maanden lang... inmiddels zitten we op 250 gezinnen... die elke 2 weken echt 23 kilo groente en fruit krijgen. Om even te ontstressen, even te ventileren. Maar anderzijds zijn we nu de gesprek aan het voeren... om vanaf binnenkort, heel snel, volgens mij al over 3 weken... gezinnen met een stadspas. Dat zij dan voor heel weinig geld, voor heel veel korting... goed, vers, gezond voedsel kunnen krijgen. Rechtstreeks van de boer. Dat is een super initiatief. Ja, inderdaad. Dus we denken dus om deze urgente periode... maar tegelijkertijd ook vanaf binnenkort. Ja. Ja, en dan zie je hoe ontzettend... enerzijds hoe we het in Nederland nog lang niet voor elkaar hebben. Dat we zoveel schrijnende gevallen hebben. Dan klopt het gewoon echt nog niet. Ik durf bijna die vraag niet meer te stellen aan de gezinnen. Van of jij een ander gezin kent die het moeilijk heeft. Want elk gezin die ik dat vraag, krijgen we 10 makkelijk bij. Ja. Dus op een gegeven moment zie je dat heel moeilijk gaat. Of dat het heel ingewikkeld is. Maar nogmaals, nu zie je de waardering, die blijheid van die kinderen die dat krijgen. En dat is heel fijn om ze op die manier te helpen. Maar aan de andere kant, nogmaals, we schrikken wel van de aantallen. Dat het nog veel urgenter is dan we al zien. Allemaal denk je dat die aantallen er eigenlijk al waren voor de coronacrisis? Of is dat echt alleen maar vermeerderd met de coronacrisis? Ik denk dat het vermeerderd is nu. Want ik weet ook bijvoorbeeld dat jongeren... soms een bijbaantje hebben om ook hun ouders te helpen. Ook dat is weggevallen. Ja. Inderdaad, financieel te ondersteunen. Jongeren die ook helpen bij de schulden van hun ouders. Dus dat wisten we al, dat weten we. En ook die kinderen hebben soms nu geen baantje meer. Ja. Gezinnen die al op het randje leefden... nogmaals, die soms oppasten en daar wat voor kregen financieel. Dat is allemaal weggevallen. Maar nogmaals, ik denk echt dat corona het allemaal heeft verzwaard. Maar anderzijds ook het beter inzichtelijk maakt voor iedereen. Want dit wisten wij wel. Jij en ik wisten het wel. Dat geldt ook voor jou natuurlijk. Maar nu zie je dat Amsterdam, dat Nederland niet veel meer hoort en ziet. En dat is denk ik wel heel belangrijk. Krijg je ook jongeren? Tenminste die andere jongeren aanmelden. Ja, onze kinderburgemeester Ilyes. Ja. Ik weet nog heel goed dat hij mij opbelde. Die gaf aan, Hamid, ik ken een gezin die het moeilijk heeft. Ja. Wil jij helpen om ze een voedselpakket te geven? Of zo'n groente fruit te bieden? En natuurlijk gaan we daarin mee. Dat gezin krijgt nu nog steeds elke 2 weken iets. Maar inderdaad, dan hebben we het over een 12-jarige jongetje. Ja. Maar ook zijn verhaal vond ik ook heel bijzonder. Ja. Hij zei niet, alsjeblieft het adres. Hij zei, ik wil het als verrassing houden. Dus hij wilde echt dat gezin verblijden. Dus dat die spontane actie, dat ze een mooi groente en fruit meekrijgen. Dat vond ik vooral het bijzondere aan Ilyes. Nog een andere een dame die haar leesboeken leverde, kan brengen om ook mee te geven aan die gezinnen. Dus je ziet ook hele jonge kinderen echt meehelpen, meebouwen, meedenken. Ja, dat is wel inderdaad heel bijzonder. Hoe coördineer je dit? Want dit gaat om heel veel gezinnen. Ja. Ik kan voorstellen, je hebt je studiezalen daarnaast. Ja. Je hebt techgrounds. Dit komt er dan ook nog eens bij. Dit is gewoon een fulltime job erbovenop. Klopt. Het is keihard werken. Het is drukker dan nooit. Het is nu ook... Het is Ramadan en ik kan helemaal niet denken aan eten en drinken. Nee. Dus het is heel makkelijk, is deze maand voorbijgevlogen anderzijds. Maar inderdaad, het is keihard werken. Mijn hele team, echt honderden vrijwilligers hebben we. Maar ook wat heel fijn is, dat je ziet dat je dit niet alleen kan. Dus je hebt die vrijwilligers nodig, je hebt mensen nodig, kinderen nodig die zich zorgen maken of die meedenken om anderen te helpen. Maar ook een bedrijf zoals de Amsterdam Economic Board of een apart organisatie of een bank zoals de Rabobank heb je ook echt nodig. Ja. Anders, ik heb dat netwerk niet aan boeren. Ik heb niet een loods, 1 belletje en Oran van het havengebied biedt een enorme loods waar je volgens mij iets van 6 voetbalvelden naast elkaar kan neerleggen. Dus die netwerken zijn weer heel belangrijk. En er zijn ook echt bijna werelden die samenkomen.
Ja. Nogmaals, dat netwerk had ik niet. En dan werk je ook met vrijwilligers die zich heel erg inzetten? Ja, dus aanstaande vrijdag gaan we weer die 250 gezinnen alles leveren. En we gaan het nu ook leveren. Echt. Leveren, dat komt wel weer bij qua werk. Dus als jij tijd hebt en een auto hebt, dan ben je welkom. Ik heb een auto en ik heb werk en ik ben zeker bereid om daarin mee te helpen. Dan kom je naar de loods, dan gaan we de auto helemaal vullen met de boodschappen, het groente en fruit. Dan krijg je een routelijst. Dan leef je dat aan een aantal gezinnen. Want we zagen dat 23 kilo is enerzijds heel zwaar. Maar je zag ook weer wat schaamte terugkomen. Dus op een gegeven moment zag je de kinderen niet hun moeders of vaders mee helpen sjouwen. Dus op een gegeven moment had je daar een moeder die alleen het fruit kwam halen. Maar ook heel veel gezinnen geen vervoer. Of het treinkaartje. Sommige gezinnen komen uit Zuidoost of uit Noord en Oost. Dan kun je niet verwachten dat ze met 23 kilo... Van Zuidoost naar Nieuw-West. Dus daarom hebben we bedacht, weet je wat, dan brengen we het gewoon allemaal langs. We hebben nu zoveel vrijwilligers. We zijn ook een aantal keer in de media gekomen. Dus dat heeft ook heel veel animo, maar vooral ook heel veel hulp. Ja. Ik wil toch nog even, als we het hebben over hulp... Het is bijna om emotioneel van te worden van wat mensen aanbieden om te helpen. Ja. Ze willen hun naam er ook nergens op staan. Maar ik ga toch een partij noemen, Motion Transport. Ja. Die belde mij week 1 coronatijd van... Abdelhamid, ik heb een logistiek bedrijf. Ik bied al mijn vrachtwagens, mijn chauffeurs en de tankpassen... die kunnen jullie zo meenemen. Ik wil gewoon helpen. Ik wil mijn naam nergens op terugzien. Op een gegeven moment, dat soort initiatieven, dat soort aanbiedingen, aanbod, kregen we massaal. En ik doe nu zoveel mensen tekort die ik niet noem. Maar ik wil toch even benoemen van hoe ver men wil gaan... om er voor de ander te zijn. En dat is heel mooi om te zien. Ja, want dat zijn gewoon grote bedrijven... die waarschijnlijk nu ook aardig wat verlies maken. Ja. Maar nog steeds staan ze klaar om... Ja. Krijgen jullie ook vanuit de overheid... of tenminste, is er vanuit de overheid ook hulp? Ja, de gemeente Amsterdam denkt en werkt heel goed mee... zij denken bijvoorbeeld nu heel goed mee om vanuit het Smart Mobility Team... om na te denken over hoe gaan wij in de toekomst, als dit groter wordt... of nog meer gezinnen die we willen helpen of gaan helpen... of tenminste het vervoer daarvan... Ja. Op een gezonde, duurzame manier doen. Maar nogmaals, ze denken op allerlei manieren mee. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja. Ja. Ja, super. Ik ben echt onder de indruk van het werk wat je doet en wat je eigenlijk allemaal verricht. Dank je wel. Jullie hebben naast de studiezalen voor jongeren, ben je eigenlijk ook studiezalen begonnen voor moeders. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja, zeker. Sterker nog, we zagen dat de broers en zussen van de kinderen... Of onze oud-leerlingen, die worden op een gegeven moment student. Ook die hebben een plekje nodig. Veel gezinnen wonen in te kleine woningen, te grote gezinnen. Dus we zijn sinds kort in de OBA op het Osdorpplein. Dus samen ook weer met Techground en de OBA. Hebben wij... bieden we daar de ruimte om te studeren tot 11 uur 's avonds. Als het langer moet, dan volgens mij gaan we de deur niet sluiten. Gaan we lekker doorstuderen. Maar ook om te leren, ook om te netwerken. Dat studenten elkaar ontmoeten, samenwerken. Dus dat zijn we een half jaar geleden gestart. Vandaar kregen we ook heel veel vragen van moeders en vaders. Ook die wilden een studiezaal. Ja. Dan zou je denken, wat willen ze? En het geldt voor elke ouder is dat anders. De een wil Engels leren. Nou, dat gaan we gewoon regelen. Ja. En we hadden ook een moeder die aangaf... ik ga naar de supermarkt, maar ik kan geen kortingen rekenen. Dus ik zie mooi 2 halen, 1 betalen. Of 2 gratis, 3 halen, 2 betalen. Of 30% korting. Ik kan het niet berekenen. Kunnen jullie mij daarbij helpen? En natuurlijk gaan we dat dan doen. Ja. Op een gegeven moment zagen we dat steeds meer... dus zonder die gesprekken te voeren. Maar ook daarvoor moet je vertrouwen hebben. Ik noemde net die klik van Abby als leerling. En ik als jouw life coach. Alleen dan zul jij mij dat uiten. En ook die klik moet je ook hebben met ouders. Dan zullen ze dit pas uiten. Ja. En dat vertrouwen hebben we ook van heel veel ouders. En dan hoor je dit soort behoeften en wensen. En dan kun je ook inderdaad op deze manier ouders versterken in de breedste zin. Er is een vader die net een schoonmaakbedrijf had starten vlak voor corona. En dat is net op het verkeerde moment helaas. Die wil nu met andere vaders in contact komen om hun netwerk te laten zetten. En inderdaad wellicht dat voor klussen kan zorgen, opdrachten kan zorgen. En ook dat is dan een studiezaal voor vaders bijvoorbeeld. Dan kunnen ze elkaar ook helpen. Dus je hebt ook studiezalen voor vaders? Ja, we willen die twee lijnen gaan inzetten. En waarom vaders en moeders apart? Kijk, soms worden ook wat gevoeligheden besproken. Ja. Met persoonlijke dingen. Zo kun je ook die netwerken versterken.
Ja. En dat zal volgens mij heel goed werken. Heb je ook een diversiteit aan mensen die over de vloer komen? Ja, dat is heel erg afhankelijk van de wijk. Bijvoorbeeld in Noord heb je een studiezaal waar heel veel kinderen komen van een Nederlands komaf. Ja. Omdat dat de afspiegeling is van dat wijkje toevallig. Ja. Maar ook eigenlijk weer een heel kwetsbare wijk is. Dus ik noem heel bewust kwetsbare wijk, kwetsbare gezinnen. En het zijn alles is dan ook in huis. We gaan niet labelen op Marokkaans, Turk, Somalisch, nee, of wat dan ook. Nee, iedereen is welkom. Maar je ziet wel, in sommige wijken is het voornamelijk een bepaalde doelgroep. En dat is nogmaals afspiegeling van die flatgebouwen. Ja. En dat proberen we wel te compenseren. Of dat hebben we heel goed gecompenseerd door een heel divers team te hebben. Dus als jij weinig in contact komt met iemand van Zuid-Amerikaans komaf of iemand met een andere geloofsovertuiging. Ja. Die connecties, die contactmomenten, die vinden we wel belangrijk. En dan verbreed je ook weer je wereld. Nou, ik wens je heel veel succes. En ik zou ook zeggen voor de mensen thuis die dit kijken, waar kunnen zij zich aanmelden als vrijwilliger? Via studiezalen.com is iedereen welkom om betrokken te raken. Zeker. Ja. Welkom. Nou, super. Nou, dank beiden. Ik vond het echt een supermooi gesprek. En jullie doen ook allebei iets heel bijzonders. Nogmaals dank. Ik wil jullie thuis ook bedanken voor het kijken naar de uitzending. Of het beluisteren van de uitzending. Dit was Lab 6. Mijn naam is Abi Toensi. En tot volgende week.